Dan komen we bij de fractie OPA. Gemert Bakel, ik geef graag het woord aan de heer Fales. Meneer Vaas, ga uw gang. Ja. Dank u wel, voorzitter. Geachte aanwezigen, meneer de voorzitter. Herhaaldelijk komt OPA fietspaden en trottoirs tegen die minder toegankelijk zijn omdat hier openbaar groen overheen hangt. Omdat er vuile zakken rondom lichtmasten hangen en gedeeltelijk de fietspad blokkeren. Wat schetst mijn verbazing, kom vorige week langs de pandelaar en daar zie ik, de hekjes zijn perfect geknipt, met dank aan de wethouder. Toevallig kwam de wethouder er ook langs. Ja, dat was na de tijd, hè. Dit levert onveilige situaties op, zeker voor minder valide en fietsers. Ik zou de pandelaars als voorbeeld aanhalen, maar dat is niet meer van toepassing. OPA verzoekt het college dan ook om meer aandacht te hebben voor het snoeien van openbaar groen langs trottoirs en fietspaden. Dit is ook beter en netter voor onze inwoners en het toerisme van Gemert Bakel. Maar ook met voorrang aan werken voor verbetering van trottoirs en wegen in onze gemeente. Wij weten dat er al aan gewerkt wordt. Graag zagen wij het centrum voorrang hebben, daar dit in slechte staat is. Wij begrepen de afgelopen jaren de broekriem aangetrokken moest worden. Nu gaat het weer wat beter volgens de berichten. Wij zouden ook graag zien dat onze ouderen ook een voordeeltje zouden kunnen krijgen in de vorm van speciale voorzieningen of vergoedingen voor activiteiten te ontplooien in groepsverband. Meneer de voorzitter, volgens de landelijke onderzoeken zou er sprake zijn van 1,2 miljoen eenzame ouderen. Oftewel bijna 25% van de ouderen speelt deze problematiek. In Gemert Bakel zijn 7500 inwoners van 60 jaar en ouder. Na de Gemert Bakel situatie omgerekend hebben we het dus over 1500 personen. OPA vraagt zich af of dit door onze seniorenvoorlichters en dorpsondersteuners herkend wordt. Zijn ze überhaupt getraind om eenzaamheidssignalen te kunnen herkennen? Kan de wethouder ons hier iets over vertellen? Het aantal uren voor onze dorpsondersteuners wordt uitgebreid. Volgens OPA een goede zaak. Maar kunnen zij binnen deze uren ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van de eenzaamheidsproblematiek? Graag horen wij ook de resultaten van de dorpsondersteuners die zij behaald hebben in de afgelopen periode. Wij vragen niet om namen of adressen, maar om aantallen van hulpverlening door de dorpsondersteuner. Enkele losse opmerkingen graag. Wij zijn voor dubbel N279. En dat was het eigenlijk, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel.